hoe diep willen wij erin gaan? Hoe ver willen we met onze gedachten? Hoe durven we eigenlijk onszelf kwetsbaar te maken in onze zoektocht naar betekenis? Voor jullie is dat eigenlijk al volkomen normaal. Voor ons is dat nieuw. Wij hebben dankzij internet hebben we opeens de beschikking over enorm veel kennis, instant kennis. Ik vind het geweldig, maar daar zitten gevaren aan. Jelle, zo wist ik van mijn ouders, had een gezond verstand. Wat ik daar precies onder moest verstaan, wist ik niet. Maar wel mat ik voortaan alle volwassenen voortaan af aan Jelle, qua gezond verstand. Op de een of andere manier had ik het gevoel dat er op het platteland meer mensen met een gezond verstand woonden dan in de stad waar ik kort geleden naar verhuisd was. Toen kwam de melkmachine en verstoorde de balans. Economisch, ecologisch. De verhouding tussen mens en dier werd ontzield. Gezond verstand lijkt voorgoed verdwenen uit onze samenleving. Gezond verstand. Misschien hebben we dat wel het meeste nodig van alles. Ik wil graag bij jullie introduceren Peter Paul Verbeek. Je mag nog even blijven zitten. Ga even alvast op deze stoel zitten. Want ik ga iets voorlezen. Dan zitten we namelijk meteen midden in ons thema. Peter Paul Verbeek, tussen haakjes 1970. Is niet zijn leeftijd, maar zijn geboortedatum. Is hoogleraar filosofie van mens en techniek en co-directeur van het Design Lab van de Universiteit van Twente. En tevens is hij vice-decaan van de faculteit Behavioral Management and Social Sciences. Hij is lid van de redactieraad van het tijdschrift Philosophy and Technology en redacteur van het tijdschrift voor filosofie en SATS, S-A-T-S. Misschien kan ik meteen aanhaken bij wat jij net hebt gezegd. Dat bedoel ik, gezegd. Over het een en ander. Ga ik er namelijk even hier. Nou, prachtig, heel mooi. Ja, eigenlijk laat het wel, denk ik, heel mooi zien, deze introductie, wat technologie met mensen doet. Heel vaak hebben mensen de indruk dat technologie een soort vreemde kracht is buiten ons. En is er een soort angst dat techniek de wereld overneemt en in plaats van de mens gaat komen. De melkmachine komt in plaats van de melkende boer. Maar heel vaak, uiteindelijk, gaat technologie een rol spelen in hoe wij ons leven inrichten, hoe we met elkaar omgaan. Wij hebben een doel, techniek stelt zichzelf geen doelen. We gebruiken techniek als een middel voor onze doelen. Maar toch is dat uiteindelijk te beperkt. Want de doelen die wij ons stellen worden vaak ook weer ingegeven door de techniek. En die melkmachine is daar een heel goed voorbeeld van, denk ik. Op het moment dat je die melkmachine introduceert in een praktijk van een boerderij, gaat ook daar heel veel schuiven, want zo'n ding is duur. Dus met 20 koeien red je het niet meer. Je hebt een veel groter bedrijf nodig. Het stelt ook eisen aan het snel weer afkoelen van die melk. Dat is ontzettend veel melk, dan moet je snel afvoeren. En dus er komt meteen een economische lading bij. De boerenbedrijven moeten groter worden, et cetera. Het introduceren van een technisch middel vraagt vaak ook andere doelen. Dus de beste manier, denk ik, om naar techniek te kijken, om ook kritisch te kijken naar techniek, is niet door jezelf af te vragen, willen we die techniek wel? Maar meer, wat doet die techniek eigenlijk met ons? En is er een manier om kritisch, creatief, goed om te gaan met die techniek? Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan en zeggen dat techniek in zekere zin ons lot is. We komen hulpeloos op de wereld en van meet af aan hebben wij allerlei protheses nodig om te kunnen bestaan. Techniek definieert ons in zekere zin. De manier waarop wij mens zijn, onze natuur is dat we geen natuur hebben. Onze natuur is dat we kunstmatig zijn. Leren doorzien hoe techniek bemiddelt, hoe de middelen bemiddelen, kan ons helpen om kritisch na te denken over de vraag hoe we daarmee om kunnen gaan. In het kritisch omgaan met techniek, snappen wat ze met ons doen en een soort ascese zien te bereiken. Ascese niet in een soort calvinistische zin van alles maar weghouden, maar ascese in de zin van doorzien wat het met je doet en jezelf vormgeven in interactie met die kracht van techniek. Maar het zit hem ook in het ontwerpen van techniek. De invloed van techniek op ons is niet zomaar iets wat ons overkomt. Ontwerpers geven vorm aan die technologie en daardoor kunnen we er wat mee doen. En beleidsmakers in de politiek, van Lodewijk Asscher tot de directie van een ziekenhuis, kunnen ook mee nadenken over hoe techniek een rol speelt in menselijke praktijken. Wat betekent dat
voor onze geest. Ja, en voor ons vertrouwen in... Voor ons vertrouwen in onszelf natuurlijk. Ja. En wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat dit inderdaad precies het vraagstuk van onze tijd is. Dat die technologische ontwikkelingen zo snel gaan dat onze kaders het haast niet kunnen bijhouden. Een tweede ingrediënt is dat het heel hard nodig is dat de geesteswetenschappen, waar deze hele reeks ook over gaat, dat de geesteswetenschappen zich veel meer gaan bezighouden met beta-onderwerpen. Dat die hele scheiding tussen alfa, beta, gamma volkomen kunstmatig is. Wie onze cultuur wil begrijpen, die zal techniek serieus moeten nemen. Dus het ligt naar jouw indruk, is de geesteswetenschappen aan zet. Ik denk dat het voor de geesteswetenschappen heel goed zou zijn. En ik wil daarmee niet mijn eigen nest bevuilen, want ik ben hoogleraar filosofie. Hè? Maar ik denk dat het heel goed zou zijn om iets meer over die grenzen van de eigen geesteswetenschappen heen te kijken. Ik merk heel vaak aan geesteswetenschappers om me heen dat ze zich graag richten op geesteswetenschappelijke onderwerpen. Op de geschiedenis van het eigen vakgebied. Terwijl ik denk, als geesteswetenschap gaat over de vraag hoe ons denken functioneert, hoe onze geschiedenis werkt, hoe onze maatschappij in elkaar zit, hoe wij zelf... dan ontkom je er niet aan om je ook bezig te houden met die rol van technologie en wetenschap in die cultuur. Maar dit is trouwens ook een klassieke discussie uit de techniekfilosofie. Misschien wel een leuk voorbeeldje. Een voorbeeld van Latour, een Franse techniekfilosoof, die heel leuk de discussie analyseert in Amerika rondom wapenbezit. Met de strijd natuurlijk die je daar hebt tussen de NRA, de National Rifle Association. Die zijn pro-gun. En dan heb je natuurlijk de tegenstanders, die willen die wapens uit de maatschappij. En die hebben bumperstickers. Guns kill people, van de anti-mensen. En dan de tegenzet was people kill people. Die wapens doen toch niks. Nee. En Latour komt dan met het mooie verhaal, in de Engelse taal eigenlijk een woord zit wat laat zien dat die scheiding tussen mens en techniek nergens op slaat. Want hij zegt, het Engelse woord voor een schutter is een gunman. Dus half geweer, half mens. Het is natuurlijk niet zo dat een geweer op zichzelf kan schieten, maar een mens op zichzelf ook niet. Het geweer doet iets met de relaties tussen mensen, waardoor boosheid wordt vertaald in moord. Nou, je hebt het net gehad over die relatie tussen de geesteswetenschappen en de beta-wetenschappen. En dat enerzijds de geesteswetenschappen zich ook meer op die beta-wetenschappen moesten richten, maar anderzijds dat er ook een relatie moest zijn tussen de beta-wetenschappen en de geesteswetenschappen. Maar waar zou die relatie tussen beta en geesteswetenschappen dan moeten liggen? Wat de alfa's maar weigeren te zien, dat ook beta's een hart en een gevoel en een geweten hebben. En juist vanuit maatschappelijk engagement hun dingen doen, maar met andere middelen dan met woorden, want zij doen het met dingen. Maar wie zet dan die deur open dat die techniek dus ook... Is dat de mens, is dat de politiek, is dat de economie... Ja. Dat wisselt heel erg per technologie. Je hebt als je als ouder naar een kind met een iPad kijkt, eerder bezorgdheid dan dat je het gevoel hebt dat hij lekker bezig is. Terwijl als je samen naar een televisieprogramma kijkt, terwijl toen de televisie net kwam, wat ik dus meegemaakt heb, was het een groot gevaar. Die komt er bij ons niet in. Het is heel grappig dat je dit nu zegt, want dit was precies de kritiek. Dus de tv die vernielt je sociale leven. Ik heb eens een onderzoek gelezen over dat mensen, zeg maar, die voorheen al vaak naar de bibliotheek gingen bijvoorbeeld, dat die nu ook meer informatie opzoeken op het internet. En dat juist de belofte van het internet, dat informatie zou brengen voor iedereen, dus niet is waargemaakt. Ik vraag me gewoon heel erg af van, versterkt technologie die kloof of juist niet? Of is het gewoon precies hetzelfde gebleven? En toen internet er kwam, toen zei je, of in ieder geval volgens mij was toen de belofte van, nou, nu kan iedereen bij informatie, dus gaan mensen dat ook wel doen. En is er nu eigenlijk gebleken dat mensen dat helemaal niet doen? Ja, maar mijn antwoord zou haast zijn dat het bijna paternalistisch is om te verlangen van mensen dat ze dat dan dus allemaal maar wel gaan doen, omdat het kan. Dus ik denk dat in dit geval is de grootste vraag voor mij, hebben mensen in gelijke mate toegang tot internet? Is het zo dat de elite het makkelijker kan en de andere mensen niet? Dit is natuurlijk het vraagstuk ten aanzien van het westerse denken. Dus is onze streven naar vrijheid, individualiteit eigenlijk een opening voor iedereen om te zijn wie die wil? Of is het één visie op een goede manier van leven, waarvan mensen in andere cultuur zeggen, ja, dit is jouw visie op een goede leven en die van mij is niet rondom het individu gecentreerd. Dus jij bent mij nu aan het koloniseren in plaats van mij te bevrijden. Ik ben nieuwsgierig naar hoe je staat tegenover dat we niet angstig moeten zijn tegenover de techniek, maar dat we de techniek eigenlijk moeten omarmen. De grootste zorg van heel veel ethici zit nu rondom artificiële intelligentie en robotica. Dus we zijn een soort technologie aan het creëren met een soort autonomie, een soort zelfstandigheid. En komt er een moment waarop die techniek zal besluiten, we kunnen onszelf nu vermenigvuldigen, we maken onze eigen robotjes wel.
weg met de mens. Dat hebben we niet meer nodig. Een soort oeraap zijn we dan geworden. Hè? Waarom zeg ik wat ik zeg? Denk ik wat ik denk? Waarom denk ik dat ik zeg dat ik denk wat ik zeg? Als iemand aan mij vraagt hoe voel je je, zeg ik het gaat wel. In plaats van ik weet niet waar ik het moet zoeken, dat gevoel.